Vandaag is wel een hele bijzondere dag. Samen met een groep enthousiaste collega's brengen wij jou de beste muziek, de leukste prijzen en mooiste verhalen van het afgelopen jaar. Zeg Carolien, laat jij die glimmende prijzen eens zien? Het is tijd voor de Odin Kerstshow. We hebben een hele playlist gemaakt, maar ik zit in het Teamskanaal te kijken. Volgens mij kan die overboord. Je hebt een tijdje bij de omroep gedaan. Doe je dat nog steeds? Of? Ik maak alleen nog een podcast. Volgens mij staat er een halve afdeling klaar. Maar er wordt niet zo heel hard gewerkt, heb ik het idee, op de achtste. Okay. Ik ben namelijk even nieuwsgierig hoe het bevalt om een bestuurlijke functie te hebben. Want ik word altijd lastiggevallen door mijn vader. Die heeft ook een bestuurlijke functie, maar dan in de logistieke sector. Nou, dat bevalt hartstikke goed. Maar jij bent geen vrachtwagenchauffeur, of wel? Nee, dat ben ik niet. Hier heb ik wel een hele mooie kersttrui. Wat was de inspiratie voor deze kersttrui? Hij was relatief goedkoop. Blijf je wel heel langer gekend, hè? Was die van jou ook relatief goedkoop? Ja, die was niet duur, gewoon bij de Tessal, €10. Nee, dat dacht ik al. Maar hij is wel heel mooi. Was die van jou ook relatief goedkoop, of viel het mee? Nee, ik heb hem ooit gekregen. Maar ja, dan kostte die niks, dat klopt wel. Ja, dat kost wel. Raar verhaal. Ik loop gewoon even de keuken in. Gaat het goed met de afwas? Ja, het is alleen nog niet af. Het is nog niet af? Nee, dat zit nog goed. Ik heb geen centen, man. Ja, ik vind het een leuk nummer. Zit er een persoonlijke tint aan? Of? Tekenis. Nee, nog niet. Lolo. Ja, het is altijd €10 voor wat betaald, maar... Maar er komen intussen ook hele mooie bedragen binnen, volgens mij. Of ja, niet, Jurgen? Ja, er is ook andere plaat aangevraagd voor €100. Ik bedoel, zo! Kijk, dat tikt echt lekker aan. Kijk, dat zit er... Goed bezig gedaan. Goed gedaan, wat een dijenklep. Namens AT8. €100 in de pot voor... Voor de wensambulance. Oh ja, Lily. Nou, klopt aardig. Ga weer aardig. Alice. Hoe is Alice? €10. Voor €10, ja, dat moeten we wel, hè. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Cool. Aangevraagd door Loek Korthuis. Als je vals kan zingen, is dat wel een pre. Hij is helemaal trots, want wij komen om 13:37 komen wij aan. Dus nah, kijk die gang. Nerd alert. Zeker. Speciaal besteld voor elkaar. Ons Gijs. Oh jee. Wat was de inspiratie voor deze? Hij was goedkoop. Wij zijn van de felicitatiedienst. Gefeliciteerd. Geniet van alle slapeloze nachten. Oh, die kunnen we straks even draaien. Heb je nog iets emotioneels wat je hier aan toe wil voegen? Nee, eigenlijk helemaal niks. Ook al zo lekker kort van stof. Ja, er zit vertraging in, dus je ziet straks jezelf. Wat leuk, hè? Oh, wacht even. Ik zie hier nog een mooie kersttrui. Oh god, ja. Zo word ik vaker genoemd. Jozef, er is volk. Hoor je de dellen? Jozef. Jozef is de Nibi, maar er zijn twee heren hier aangeschoven in de studio. Koen van Petten! Laatste optie, ja. Nee, ik ga absoluut niet zingen, maar dat verdubbel ik hem liever. Nou, dat vind ik wel een applausje voor Koen van Petten, dames. Dat is beter dan zingen, hè? Ja. De kersttrui is gearriveerd in kleding en al. Hoppakee. Met persoon erin. Sommigen zeiden ook, je moet eigenlijk nog wel een beukje creëren. Want de echte Grinch heeft natuurlijk ook wel een wat meer een beukje. Ja. Maar kunnen wij zo meedoen. Ja, precies. Oh, hij geeft inderdaad af. Ik zie het. Holy shit. Ja, zo. Jij geeft straks licht in het donker, denk ik. Zo. Nou mensen, daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze kerstuitzending. Zometeen worden jullie gevraagd om 4:00 in ieder geval aanwezig te zijn bij de feesttent. Dus wij gaan jullie zometeen daar zien en dan gaan we daar ook bekendmaken wat wij vandaag opgehaald hebben met elkaar. En dan gaan we denk ik afsluiten met het allerlaatste nummer. Ja, Op Hoeza voor Kerstmis. Op Hoeza, voor, ja precies. Die is volgens mij meerdere keer aangevraagd. Dit was hem. Odin Radio Kerstfeest. Mensen, dankjewel. Dankjewel. Hoi, hoi. Tot de volgende keer. Op een zoepen voor kerstmis. Wil minimaal. Zo geef me zin. Op een zoepen voor kerstmis.